Tim, hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je certificaat. Kun je ons uitleggen wat dat precies inhoudt? Het certificaat is het Super Supermarkt keurmerk. En we zijn gecertificeerd als een Super Supermarkt. Nou, dat houdt in dat we een vraag of 200 hebben mogen beantwoorden over deze 7 thema's die hier staan. En op al die thema's word je getoetst, moet je een voldoende scoren. Nou ja, als er dan wordt bevonden dat je een voldoende scoort, dan komen ze ook daadwerkelijk langs in de winkel om te controleren of we ook daadwerkelijk scoren wat we moeten scoren. En dan behaal je wel of niet het keurmerk. Nou, we hebben het keurmerk behaald, dus we zijn hartstikke trots op. En hebben alle winkels van Albert Heijn datzelfde keurmerk of is het echt deze zaak? Niet alle winkels van Albert Heijn hebben het keurmerk. Het is een keurmerk dat vooral door ondernemers of aan ondernemers wordt gegeven. En er zijn er niet zo heel veel in Nederland, dus we horen bij een uniek gezelschap nu. En dat is wel iets waar we heel trots op zijn en je kunt hem verdienen op basis van je inzet op deze 7 thema's. Nou, wat bij ons een hele leuke was, is de lokale betrokkenheid. De lokale betrokkenheid scoorden wij ruim 97% van de 100%. Dus ja, we doen veel lokaal, we lopen niet met alles wat we doen te koop, maar het is wel heel gaaf als er dan zo'n test uitkomt, dat het dan toch naar buiten komt dat je daar wel ver boven gemiddeld in scoort. Nou, noemde je net 7 dingen waar je aan hebt gedaan. Waar ben je zelf het meest trots op? Ik ben zelf ook het meest trots op onze lokale betrokkenheid. En dat zijn dingen voor onze overburen, van de bouwmeester, waar toch veel ouderen zitten. Waar we elkaar geregeld vinden. Ik ben een ambassadeur van een demensvriendelijke samenleving. En daar wil ik me ook voor inzetten. Ik denk mee in de week van de eenzaamheid. En ja, zo zijn eigenlijk een legio aan voorbeelden van dingen die wij doen voor Haaksbergen en in Haaksbergen. Een ander stuk waar we hartstikke trots op zijn, zijn natuurlijk onze Race to Zero. Een certificaat gekoppeld aan het SSK-keurmerk. Onze Race to Zero houdt voor onze winkel in dat wij van het gas af zijn. We hebben geen gasmeter meer in onze winkel. We winnen de warmte terug. De warmte die wordt gebruikt om te koelen. En de warmte die onze koelinstallaties verbruiken, die winnen we terug. En die gebruiken we om onze winkel en onze kantoren te verwarmen. En daardoor hebben we geen gas meer nodig in onze winkels. Nou, tegelijkertijd hebben we onze verzoutzakjes en vanuit die verzoutzakjes, je vergeet ze af en toe, dus het zijn nog niet direct bij iedereen handige zakjes, maar we hebben nu vanaf mei geen plastic meer in de groenteafdeling. Met het idee erachter, koop eenmalig een zakje voor 30 cent en neem dat zakje continu mee. En doordat je dat zakje elke keer meeneemt, verspillen we samen veel minder plastic, omdat we het ook niet hoeven te produceren. Aan de andere kant hebben we een dry misting systeem bovenop onze groente en fruit. Nou, hierdoor hebben we minder voedselverspilling, omdat onze groente en fruit langer op een betere kwaliteit blijft. En we hebben ook een heel programma en dat is het Beter Voor programma. En dit is een landelijk programma bij Albert Heijn. Maar wel een programma waar wij als ondernemers in Haaksbergen ook hartstikke trots op zijn. En het Beter Voor programma is een jarenlange samenwerking met inmiddels bijna 1100 boeren. Die zitten alle 1100 in Nederland en dat zijn eigenlijk boeren die zich samen met Albert Heijn inzetten voor een betere footprint. Nou, in de winkel hebben wij met onze collega's een footprint challenge gedaan, waarin we gingen uitrekenen wat is nu je footprint, hoeveel voetbalvelden is jouw verbruik, zeg maar. En op basis daarvan gingen we ook een plan schrijven, hey, hoe maken we dat dan minder? Nou, daar zijn we een tijdje mee bezig geweest, dat was hartstikke leuk om te doen. Yes, nou, een andere waar ik ook heel erg trots op ben is ons stimulerende personeelsbeleid. Nou, we werken natuurlijk heel veel met opleidingen. We hebben hier mensen in dienst die hier een diploma halen, die hier een opleiding volgen en die een aantal jaren bij ons werken en zo naar hun diploma toe werken. Wat we ook doen, we proberen het heel leuk te maken voor de mensen hier. We hebben een personeelsvereniging die af en toe wat organiseert. Maar ook wij zijn zelf stimulerend aan het sturen. We hebben leuke evenementen. We proberen elke zomer een barbecue te organiseren. We denken outside the box, dus we proberen ook LaserQuest hebben we hier in de winkel gedaan. En zo proberen we ook de dingen die we doen voor onze mensen, proberen we hele leuke dingen van te maken. En daarom merken we ook dat mensen hier graag werken en prettig werken.